Dinsdagmorgen rond 11 uur is een dode man gevonden in een woning aan het bosveld in Uden. De man is in een natuurlijke dood gestorven, zo meldt de politie. Het was een tijdje onduidelijk wat er aan de hand was. Inmiddels heeft de politie vastgesteld dat het gaat om een natuurlijke dood. Het onderzoek is afgerond. De straat werd voor een deel afgezet en er waren meerdere politieauto's ter plaatse.